Goedenavond kijkers. 19 maart gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijke taak voor u om de goede keuze te maken. En dat betekent uiteraard dat u ook keuzes moet maken en moet weten op wie u kunt stemmen. En vooral ook wat deze partijen te bieden hebben. En daarom de voorronde. In de voorronde hebben we elke week, 5 weken lang, voor u een politieke partij voor het voetlicht gebracht. En die politieke partij gaat vertellen wat ze allemaal te bieden hebben. Ja, en om goede vragen te stellen, dat gaat ons niet lukken. Dus hebben we een uitermate deskundig panel bij elkaar getrommeld. Dat kun je wel zeggen, Ron, want in het panel bestaat uit 4 personen. Dat hebben we samengesteld uit 4 vertegenwoordigers van de 4 overige partijen uiteraard. Vanavond zijn dat in volgorde van links naar rechts. Namens de PGB Carlo Valles. Namens de VVD Bianca Taapken. Namens het CDA Con van Beckhoven. En namens AB Evelien Roborg. Deze 4 mensen gaan dus vanavond de vragen stellen aan de partij die vandaag centraal staat. En de partij die vandaag centraal staat is Pro. En Pro die is vanavond vertegenwoordigd door Ruud van der Star en Hans Denissen. Ruud, goeie avond. Hans, goeie avond. Ruud, vertel eens even tegen de kijkers, wie is Ruud van der Star? Nou, je zegt al, mijn naam is Ruud van der Star. Ik woon in de kern Oosterwijk, vlakbij het centrum. In het dagelijks leven ben ik interim manager in het onderwijs. Vooral in het speciaal onderwijs. Nou, ik ben de lijsttrekker van Pro dit jaar. Ben ik erg blij mee. En nou, waarom zit ik in de politiek? Omdat ik iets wil betekenen voor mensen waar het niet allemaal vanzelf mee gaat. Ik werk op dit moment in speciaal onderwijs. Daar zitten heel veel jongeren die weinig kansen hebben straks op de arbeidsmarkt. En nou, we vinden het als partij belangrijk om ook voor die mensen zeg maar, zoveel mogelijk te proberen om mee te kunnen doen in de samenleving. Kijk, helder antwoord. Ja. Hans. Ja, ik ben Hans Denissen, een echte grijs mens. Ik heb een paar, 3 kinderen. Mijn hobby's zijn voetbal, zowel voetballen als vrijwilligerswerk rondom de sport. Ik doe graag een potje biljart. Ik heb een nieuwe hobby gevonden, saulen. Ja, en verder heb ik een drukke baan bij de Rooipannen, 30 jaar. En dan zit de week wel vol. Kijk, dan zit de week zeker helemaal vol. Nou, we hebben een filmpje ook op laten nemen door deze partij. Een film waarin zij hun eigen standpunten goed naar voren gaan brengen. Daar gaat u direct naar kijken. En daarna gaan wij flink verder met ze. Moergestel heeft een heel rijk verenigingsleven. En dat verenigingsleven neemt een centrale plek in. En die centrale plek moeten zij ook kunnen vinden in Den Boogaard. Den Boogaard moet opengesteld worden voor dat verenigingsleven. En moet zo zodanig bekostigingsstructuur hebben dat het verenigingsleven ook daar gebruik van kan maken. En een wijkcentrum, dan krijg je een uitgekleed geheel waarin niks te beleven is, waar geen reuring is, waar geen dynamiek is. En dat moet een Boogaard wel zijn. Ja, dat is eigenlijk vrij duidelijk. Hè? Als je hier achterhoek kijkt, dan zie je dat we weer een volle zaal hebben hier in de Boogaard met het Zouwelen. En dat is een cultureel centrum met een groot podium. Er is enorm in geïnvesteerd. We hebben, ik weet niet hoeveel verenigingen hier in Moergestel. Een wijkraad is voor een klein wijkje waar ze misschien een paar verenigingen hebben. Maar ik denk dat wij er wel 20, 25 hebben. Dus Moergestel kan niet zonder culturele zaal. Dat is onmogelijk. Dus politiek maken wij gehard voor het behoud van onze Moergaard. Elk panellid stelt een vraag van maximaal 5 seconden. De centrale partij reageert kort en bondig. Korte vragen, korte antwoorden. En de eerste vraag die gesteld kan worden is in dit geval door Carlo van Es. En Carlo, jij mag de eerste vraag stellen. Ja, dankjewel. Klopt het dat Pro de spaarpot, oftewel de reserves van de gemeente, wil inzetten voor allerlei leuke dingen? Nou, dat klopt niet, want Pro wil best inderdaad een beetje van de reserves aanpakken, benutten. Maar niet voor allerlei leuke dingen, maar wel voor sociaal maatschappelijk verantwoorde zaken. Oké, nou, heldere vraag, helder antwoord. Betekent vraag 2, Bianca. Dankjewel. De VVD wil zuinig omgaan met het geld van haar burgers. Wie betaalt jullie ambitieuze plannen uit het verkiezingsprogramma? Nou, ik denk dat er, als je kijkt naar ons verkiezingsprogramma, dat we juist erg hebben gelet op dat het past bij de spaarpot en bij de inkomsten en uitgaven van de gemeente. We zijn niet van plan allerlei grote uitgaven in die zin te doen. Dus er zit wel ambitie in, maar die ambitie hoeft niet altijd geld te kosten. En ja, ik bedoel, als we kijken naar het zwembad, dan hebben we gisteravond eigenlijk met elkaar gezegd van het mag iets kosten. En dan moeten we dan ruimte verzoeken. Oké, prima. Con van Beckhoven van het CDA, jij mag een vraag stellen. Ja, Pro is voorstander voor het uitbreiding van het voor evenementen aan te wijzen gebied. Er moeten nieuwe locaties komen. Zijn daar ideeën voor? Nou, er zijn een
Het is volgens mij afgesproken in het college dat het college met een voorstel komt om locaties te gaan onderzoeken. We hebben er wel ideeën bij. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het postkantoor, dat is van de gemeente. Als je dat afbreekt, zou dat een locatie kunnen zijn. Maar ik denk dat een heleboel locaties tegen elkaar moet afwegen. Langs het spoor ligt een groot parkeerterrein. Het parkeerterrein achter Notaris de Her kan een geschikte locatie zijn. Dus ik vind dat er een aantal locaties onderzocht moeten worden en dat we daar samen een keuze uit moeten maken. Prima. Nou, dat betekent dat we de laatste vraag gaan stellen. Die wordt gesteld door AB en dan is Evelien aan de beurt. Ja, in het partijprogramma staat dat PRO de subsidies aan de culturele subsidies aan de jongeren wil handhaven. Betekent dat dat de subsidies aan de verenigingen wel gekort worden? Nee, wij komen de afspraken na die we eerder samen gemaakt hebben, maar we willen geen verdere kortingen. Oké. Prima, nou zo kort en helder waren de antwoorden, dus dat past in ieder geval heel mooi. Dat betekent dat we bij het volgende onderwerp komen en dan gaan we het meer hebben over Moergestelse zaken. Uit de Hoge Hoed komen Moergestelse onderwerpen. Wie wil daar iets over vragen? En als we dat dan gedaan hebben, dan is Corné aan de beurt. Corné, dan mag jij uit de Hoge Hoed een vraag gaan toveren die door een van jullie beantwoord mag worden. En dat is eigenlijk simpel. Gestelte. Ja. Ik heb hier het onderwerp. Wie het eerst roept mag een vraag stellen, of het eerst een hand opsteekt, hadden we afgesproken. Hè? Behoud cultuur en Den Boogaard. Ja. Het CDA was eerst. Con van Beckhoven. Ja. Hoe ziet volgens Pro Den Boogaard er over 2 jaar uit? Volgens Pro ziet het in ieder geval niet uit als een wijkcentrum. En als u dan mij zou vragen van hoe moet het dan verder gestalte krijgen, dan denkt Pro dat er over na moet worden gedacht om de afschrijvingen te verhogen, te vervroegen, zodat de huisvestingskosten gaan dalen, zodat de verenigingen daar tegen een acceptabele huur weer kunnen zijn. Oké. Mag ik nog een loodje trekken? Ja, doe dat. Oh, ik mag natuurlijk niet kijken. Nou, bijna vol spelen. Ik heb hier het onderwerp sportaccommodaties Moergestel met tussen haakjes zwembad erbij. En ik had al gezien dat Carlo van de PGB als eerste zijn hand opstart. Ja. Pro is voor goed onderhoud van alle sportaccommodaties, heb ik gelezen. De kleedkamers van Audacia zijn toe aan groot onderhoud al een tijdje. En vindt Pro nou dat de gemeente hier financieel moet bijspringen? Nou, ik geef meteen het antwoord, want er komt niemand meer in uit de politiek op een sportveld dan ik, denk ik. En ik zie dat ook gebeuren. Ik vind wel dat de gemeente daar natuurlijk in overleg moet treden met de sportvereniging. Maar wij als Pro zien voornamelijk een toekomst voor een samengaan van de sportvereniging Minimaal Roef en Audacia met een energiezuinig, milieuverantwoorde nieuwe kantine en nieuwe sportlokalen, waarbij volgens mij de kosten zeer snel zullen worden terugverdiend. Oké. Ik hoor allemaal nieuwe dingen rond. Ja. Dat moet ook. Hè? Ja, dat is de bedoeling. Precies. We hebben nog 2 onderwerpen, dus de keuze wordt nauw beperkt. Verkeersveiligheid, fietspad of A58? Ja, kom, je bent eigenlijk al geweest. Dus dat nee, maar, dan gaan we naar algemeen belang. Evelien? Ja, Pro die wijdt veel aandacht in zijn partijprogramma aan het fietsen. Algemeen belang wil dat de komende raadsperiode het fietspad naar Haghorst-Moergestel wordt afgerond. Wat is de mening van Pro daarover? Nou, ik denk dat we daar elkaar vinden. Ook wij vinden het belangrijk dat fietsen veilig gebeurt. Een gevaarlijke situatie, dus die moet opgelost worden. Ik weet dat er op dit moment gronden verworven worden om het fietspad mogelijk te maken. Maar ik weet ook dat er op dit moment nog een aantal mensen hun grond niet verkocht hebben of bezig zijn met de gemeente. Dus eerst moet dat afgerond zijn. En dan moeten we samen kijken waar we geld vandaan halen, want het is wel een prioriteit. Oké, okay, helder. Goh, wie zou de laatste vraag krijgen, zou je bijna willen zeggen. Maar het is vooral welke vraag? Welke vraag? Voor de kijkers niet bekend, voor de deelnemers denk ik wel. Openbaar groen en het dorpsgezicht. Bianca, het woord is aan de VVD. Wat onderneemt Pro om de verloedering van de top in Moergestel tegen te gaan? Nou, eerlijk gezegd zouden we het liefst de bulldozer pakken en hem gelijk plat stoten. Maar het is van ondernemers en ja, dan mag je ook van de VVD verwachten dat we samen naar een oplossing zoeken. Want wij kunnen niet aan particulier eigendom komen. En zolang het geen gevaar oplevert, kan de gemeente ook niet ingrijpen.
Dus wat wij willen is de eigenaar proberen te overtuigen dat er echt iets moet gebeuren. En dat we in ieder geval dan dit alvast afbreken. En dat is nooit maar zolang een grasveld van maken. Maar dit is niet verantwoord. Nou, daarmee waren de vragen volgens mij helder en duidelijk. De Hoge Hoed is helemaal leeg. Dus dit onderwerp sluiten we af. En wij gaan helemaal verder met wel ja, wel nee. Elk panellid stelt vragen waarop maar twee antwoorden mogelijk zijn. Ja of nee? Wel ja, wel nee. Dat wordt helemaal kort heen en weer schieten, zou je zeggen. Maar dat is het inderdaad. Want op dit moment komen er maximaal per panellid 3 vragen. Waar alleen met ja of nee op geantwoord mag worden. Dus dat betekent dat we de eerste beurt aan Carlo geven. Die mag maximaal 3 vragen, korte vragen stellen. Waarop alleen een ja of een nee gegeven mag worden. Oké. Is het waar dat Pro voortvloeit uit de PvdA, GroenLinks en D66? Dat klopt. Dat zijn onze moederpartijen. Ja of nee? Oh, ja. Vindt Pro, net als PGB, dat er een leefbaarheidsplan moet komen voor en door Moergestel? Ja. En vindt Pro nog steeds dat de bouwleges fors omhoog mogen? Ja. Helder. Goed zo. De VVD. Vindt u dat de zorgvuldig opgebouwde reserves mogen worden ingezet om de begroting sluitend te krijgen en mogelijkerwijs daardoor in de gevarenzone komen? Nee. Is Pro net als de VVD van mening dat de OZB niet meer dan trendmatig mag stijgen? Nee. Mag de kalkoenstal met 40.000 kalkoenen in Moergestel blijven? Of blijft er ruimte voor de 40.000 kalkoenen in Moergestel? Nee. Dank u wel. Kom? Ja, dank u wel. Moet de Dorpsstraat afgesloten worden? Ja. Ja? Moet de gemeente evenementen financieren kijkend naar de economie en de werkgelegenheid in de gemeente? Nee. Moet de pannenschuur volledig naar de Heuklonseweg ontsloten worden? Ja. Dankjewel. Prima. Algemeen belang is aan zet. Maximaal 3 vragen. Mag wijkcentrum De Waterhoef op zijn huidige locatie blijven? Ja. Mag het molenveldje, mag dat onbebouwd blijven? Nee. Even kijken hoor. Nou, dan weet ik het verder niet meer. Het hoeven er ook geen 3 te zijn. Het mag er maximaal 3 zijn. Hartstikke ja. Mooi. Nou, in ieder geval heel veel duidelijkheid op deze manier. Want nu worden er goede vragen gesteld. En als je alleen maar ja of nee mag zeggen, ja, dan moet je met de billen bloot, zoals het mooi heet. Hè? Maar als ik even iets mag toevoegen, Ron, dat hebben we ook met de mensen afgesproken. Er zijn vast antwoorden waar jullie je misschien minder gemakkelijk bij voelen. Je krijgt maximaal 1 minuut om een van de antwoorden nog eens toe te lichten. Nou, minder gemakkelijk is een groot woord, maar ik wil nog even terugkomen op het onderwerp molenveldje. We hebben ooit dat plan laten bedenken en het is belangrijk dat jongeren daar samen kunnen bouwen. Maar als we kijken naar de bouwprojecten die op dit moment allemaal in Moergestel gestalte krijgen, die hebben eigenlijk het molenveldje een beetje ingehaald. Dus wij staan open voor een discussie of we al of niet het molenveldje verder gaan bebouwen. Oké. Okay. Dat is iets minder wel ja, wel nee, maar iets minder duidelijkheid, maar iets meer duidelijkheid daardoor misschien. Nou, we sluiten wel ja, wel nee af. We gaan daarna verder met ons volgende onderwerp en dat was wat ik nog wilde weten. Elk panellid mag nog 1 brandende vraag stellen. En bij wat ik nog wilde weten is echt een, daar gaan we de diepte in. Nu gaan we eens goede vragen stellen, maar wel lange vragen mogen gesteld worden. Het gaat natuurlijk vooral ook om de antwoorden die gegeven worden. Dus wederom komt ons deskundig panel aan de beurt en wederom mag Carlo hier weer beginnen. Nou, ik heb niet zo'n lange vraag hoor. Hoe denkt Pro de Moergestelse belangen te kunnen behartigen als de eerste Moergestelse kandidaat pas op plaats 6 van de kieslijst staat? Nou, dat denk ik dat dat wel goed gaat komen, want Moergestelaren zijn natuurlijk ook slim en ook progressief en gaan op een Moergestelkandidaat stemmen. Misschien toch een kleine toelichting. Ja? Jij bent de hoogste? Nee, ik ben niet de hoogste. Mijn collega Barbara, die zit hier ook in de zaal trouwens, is de hoogste. Maar Moergestelaren, en dat gebeurt dan niet alleen in Moergestel overigens, mensen kiezen natuurlijk ook op gezichten en op mensen die ze kennen. En Moergestelaren kennen elkaar natuurlijk goed en die zullen elkaar niet zomaar in de steek laten, denk ik aan. Dus eigenlijk is dat een verwachting dat er met behulp van een voorkeurstem toch een Moergestelaren. Zeker wel. Zeker weten. Oké. Duidelijk antwoord. En dus de beurt aan de VVD in dit geval.
Oké, de VVD is groot voorstander van het organiseren van burgerdialoogavonden, waarin het echte gesprek, het echte dialoog tot stand kan komen. Jullie pro stellen burgers te kunnen betrekken bij het opstellen van de begroting via het voorstel van digitale netwerken. Hoe denken jullie dit te kunnen verwezenlijken, zeker als het gaat om zo'n complexe materie als een begroting? Nou, om te beginnen, wij organiseren al vele jaren pro-pleinen, waarbij we burgers betrekken en horen over bepaalde standpunten. Dus dat is helemaal niet nieuw om op die manier burgers te betrekken. Ik begreep dat de VVD er onlangs ook mee begonnen is, maar wij doen dat al vele jaren. Als we kijken naar wat u vraagt over digitale bevraging van inwoners, dan zijn er in andere gemeenten goede voorbeelden waarbij eigenlijk inwoners hebben meegekeken met de begroting en daar bepaalde adviezen hebben gegeven over hoe zij vinden dat het anders zou moeten. Digitaal? Ja. Zijn in dat geval de mensen met internet dan bevoordeeld als het gaat om standpuntbepaling van pro? Nee, je hebt verschillende manieren waarop je burgers, inwoners kan betrekken bij politieke zaken en dit is daar één van. Dus als je kijkt naar de vraag, dan is de begroting een best ingewikkelde materie. Maar er zijn in verschillende gemeentes experimenten gedaan die heel geslaagd zijn. En vandaar dat we het in het programma hebben opgenomen. Maar als je nou kijkt naar onze keukentafelgesprekken, onze pro-pleinen, dat zijn natuurlijk nog veel meer de manieren om met inwoners in gesprek te gaan, vaak rond een bepaald thema. Maar dan praat je meer over diepgaande onderwerpen. Onderwerpen waar ook uitleg nodig is en waar je elkaar gaat bevragen. Ja. Maar wat jullie ook van plan zijn, is om gewoon puur ook meningen te gaan zoeken bij burgers. Dus ook makkelijkere manieren sneller antwoorden kunnen krijgen. Nou ja, ik vind sowieso dat we veel opgeslokt worden door het gebeuren op het gemeentehuis. We moeten veel meer naar verenigingen, de wijken in. Ik denk dat we dat allemaal wel vinden. De agenda is veel te vol en dat moet anders worden. Want uiteindelijk moeten we horen hoe de inwoners erover denken en op die manier onze mening vormen. En is dat iets wat jullie dan ook structureel gaan doen? Want het probleem is natuurlijk wel dat alle politici 4-5 weken voor de verkiezingen altijd aangeven dat ze wat meer onder de mensen moeten komen, maar dat meestal 4-5 weken na de verkiezingen wat minder is. Ja, nee, dat is niet alleen tegen jullie gericht, dat is een algemeenheid. Ik gaf net al aan dat wij al vele jaren pro-pleinen organiseren en helemaal buiten de verkiezingen om hebben we hier in Moergestel pro-plein gehad rondom jongeren en jongerenproblematiek. En dat is toch echt al 3 of 4 jaar geleden. En dat loopt steeds door. Oké, prima. Betekent dat we door gaan schuiven? Want we hadden nog een lange vraag in dit geval van het CDA. Ja, dankjewel. In jullie verkiezingsprogramma staat letterlijk: de gemeente moet handelen vanuit de overheidsparticipatietrap. In plaats van de burgerparticipatieladder. Het lijkt erop alsof daardoor burgerparticipatie wat ondergeschikt raakt. Legt u dat eens uit? Nee, die trap die is anders geformuleerd. En het is juist zo dat burgers op die manier meer te zeggen krijgen, omdat het gaat over wat is de rol van de gemeente. Dus je benadert hem anders, je benadert hem niet vanuit de burgers, maar vanuit de gemeente. En de hoogste trap is gewoon, of de laagste trap is loslaten. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat we als gemeente en gemeenteraadsleden leren los te laten en ook gewoon te durven zeggen, net zoals bij het innovatiefonds wat wij bedacht hebben, een onafhankelijke groep mensen die een budget krijgen om goede initiatieven te ondersteunen. En dan laat je dus helemaal los, want wij hebben geen zeggenschap over die bedragen, over die bestedingen. We hebben het vertrouwen dat dat goed gaat gebeuren. Dus minder aansturing door de gemeente en meer, ja, meer beslissing bij mensen zelf leggen om bepaalde gelden te krijgen en ook te, ja, behandelen. Ja, we hebben het ook in het programma staan wat betreft wijkcentra. We willen veel meer, zeg maar, lager, dichter bij de inwoners leggen. Ja. Ja, minder sturend vanuit de gemeente. Exact. Ja, oké. Okay. Prima. Algemeen Belang, mag ik nog een vraag stellen? Ja. Dat gaat ook over de reserves die al eerder aan de orde zijn gekomen. Sinds Pro in de coalitie zit, en dat is nou 8 jaar, zijn de reserves van 34 miljoen teruggelopen naar zo'n 14 miljoen. En in het verkiezingsprogramma van Pro staat dat de reserves mogen worden aangesproken tot maximaal een veilig niveau. Maar volgens Algemeen Belang is dat niveau al, zitten we daar al onder. Dus we maken ons een beetje ongerust nu er allerlei taken en bezuinigingen op ons afkomen, op de gemeente afkomen, dat we te ver doorschieten in de reserves.
Want we moeten zuinig zijn op het geld, want we weten nog niet wat voor risico's we allemaal gaan lopen. Dus onze vraag is aan Pro, van wat is voor jullie dat veilige niveau? Dat veilige niveau is door externe accountants vastgesteld. En daar zitten we nog een stuk boven. Dus wij willen ook niet verder gaan dan dat veilige niveau. Laat duidelijk zijn, we moeten iets achter de hand houden. Maar aan de andere kant, als de spaarpot wat te groot is, en dat is de afgelopen jaren wel geweest, een spaarpot heb je om in te zetten op het moment dat je die nodig hebt. Nou, er zijn momenten geweest waarvan we vonden dat dat nodig was, maar we willen niet beneden dat veilige niveau komen. En ik vind het een beetje een vreemde vraag van AB, want toen wij 8 jaar geleden aantraden met de coalitie, toen liet AB samen met PGP een flink gat over wat eigenlijk een paar jaar heeft geduurd voordat dat weer opgevuld was. Dus als we kijken naar de coalitietijd van PGB en AB, dan hadden we 5% OZB-verhoging de laatste jaren. Dus ik vind het een beetje raar verwijt. Het was ook geen verwijt, het was een vraag. Mag ik niets aan toevoegen? Ja. Ook in de laatste 8 jaar zijn die reserves gezakt. Maar er is ontstellend goed geïnvesteerd in dingen die achterwege zijn gebleven. En wat hebben wij nu in de gemeente Oosterwijk? Kijk maar naar de omgeving, naar de dorpen. Wij hebben allemaal prachtige nieuwe scholen. Voor de jeugd, dus voor de toekomst. Oké. Okay. Dit is wel een complex verhaal. Hè? Een school schrijf je natuurlijk af een aantal jaren. Dat hoeft niet meteen op de reserves te drukken, denk ik. En de vraag wat het veilige niveau is dat nou 14 miljoen, miljard? Hoeveel geld ging het nou over? Ja, het is nou 13 miljoen en het zou iets minder mogen. Iets minder? Ja. Dus we zitten bijna op dat niveau, zeg maar. Nou, dan is het vooral belangrijk, denk ik, want we hebben nu de vragen een aantal keren voorbij horen komen als het gaat om het veilige niveau. Hoeveel geld wordt er opgemaakt en waar wordt het aan besteed? Nou, het mooiste waar we dat in terug kunnen gaan zien is natuurlijk het laatste woord. De partij krijgt nu zelf in feite nog even het recht om eens, even terug te pakken op wat ze allemaal gehoord hebben en gezien hebben. En ze kunnen daar zelf het laatste woord over houden. Dus. Het woord is aan de centrale partij. Goed, het laatste woord is aangebroken. Ik weet niet of Ruud of Hans het gaat doen, maar iemand mag van jullie in ieder geval beginnen met het laatste woord. Ik denk de lijsttrekker. Ja, een verstandige keuze. Zal ik maar beginnen? Nou goed, ik denk dat het duidelijk is. Iedereen heeft, die het verkiezingsprogramma al heeft gezien, het staat al een maand op onze site, dat onze thema's zijn sociaal, samen, groen. En eigenlijk vat dat heel bondig samen waar wij voor staan als Pro. Sociaal, als je weet dat in de gemeente Oosterwijk 1 op de 32 inwoners miljonair is, 1 op de 32, dan zou het wat socialer kunnen in Oosterwijk. En dan zijn de verschillen toch wel erg groot. Nou, wij willen kijken of we dat dichter bij elkaar kunnen brengen. Als je kijkt naar de gemeente Tilburg, waar de Kwaad 500 is uitgekomen, dan zie je een initiatief waarbij mensen in beeld worden gebracht die soms helemaal buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen, het even niet zelf redden. En daar proberen ze die te koppelen aan miljonairs of mensen die wat meer geld hebben. Nou, wij vinden dat eigenlijk een heel goed idee. Als je 1 op de 32 miljonairs hier in gemeente Oosterwijk hebt, dan zouden wij wel een poging willen wagen om daar in ieder geval iets aan te doen. Sociaal. Dat betekent ook dat we straks verantwoordelijk zijn voor de participatiewet, het hele jeugdbeleid en een stuk van de WMO. Dat is nogal wat waar we verantwoordelijk voor worden als gemeente. Het gaat om enorme bedragen, maar dat betekent ook dat je zelf de kans hebt om dat goed in te vullen. Dat je dichter bij de burgers kan gaan staan en zeker van, heeft die leerling of die, dat kind of die ouder of die volwassene nou nodig om dat steuntje in zijn rug te krijgen waardoor die vervolgens weer verder kan. Hè? Want uiteindelijk is het doel dat ze weer zelfstandig zelf hun geld kunnen verdienen en verder kunnen. Samen. Ik denk dat we het niet alleen kunnen. We zijn als gemeente te klein, dus we zullen samen moeten werken met andere gemeentes. We hebben afgesproken Goorlen en Heel Verenbeek, maar Pro staat ervoor om dat ook heel veel samen te doen in Hart van Brabant verband. Omdat met name zware jeugdproblematiek niet in de 3 dorpen kan worden opgelost. Wat is dat, Hart van Brabant? Daar komt toch Tilburg? Hart van Brabant is een samenwerkingsverband met 7 gemeentes hier in de regio, waarbij Tilburg de kerngemeente is. En er komt veel deskundigheid bij kijken om de participatiewet goed vorm te geven, het hele jeugdbeleid goed vorm te geven. Dus een gedeelte
gebeurt straks in Hart van Brabant verband. Maar we willen heel duidelijk een Oostenrijkse accent eraan geven. Nou, dan groen. Ik denk dat het duidelijk is. We hebben gisteravond een intensieve discussie gehad over een megastal die zou komen op de Oostenrijkse baan. Nou, ik denk dat de mensen uit Moergestel, Logmolenakkers, er alles van af weten wat dat betekent. Er wordt heel veel beloofd, er wordt altijd verbetering beloofd. En dat is steeds weer een reden om te mogen uitbreiden. Wij willen dat een halt toeroepen. Het is al te ver gegaan. Er zijn veel gezondheidsklachten. Milieu wordt beschadigd. En wij willen dat dat een keer stopt. En gelukkig hebben wij gisteren ook van de andere partijen de steun in gekregen. En gaan we een stringent beleid voeren daar. Goed. Ja. Dat was in ieder geval een helder verhaal. We hebben nog wat tijd over. Als je nou gaat voorbeschouwen naar richting de gemeenteraadsverkiezingen. Jullie zitten nu in het college. Gaat dat ook blijven? Ja, uiteraard. Ja? Ja. Met dezelfde partijen? Of zeg je, daar zie ik ook nog wel andere mogelijkheden voor? Nou, ik vind eerst eens de kiezer aan zet. Dus je moet nooit voor je beurt spreken. De kiezer bepaalt de samenstelling en het aantal zetels. En vervolgens is het aan de grootste partij om het voortouw te nemen. En nou, we gaan ervan uit dat zij er zijn. Ja, dat wou ik net vragen. En dat zijn jullie weer? Dat ja, dat zijn we nu en dat zullen we blijven. 5 zetels, 6 zetels, prognose? 6 zetels, ja. En toch die Boegessel ja. erin dan? Ja, zonder meer. Ja, maar zonder meer. Die komt er zonder meer in, want die komt er op voorkeurstemmen in. Maar met 6 zetels kan ook de tweede Boegesselse kandidaat, Barbara, erin komen. Dus dat zou helemaal mooi zijn. Okay. Ja. Prima. Hebben wij nog vragen? Voor vandaag niet. Hebben jullie nog iets te vertellen? Nee, ik denk dat het voldoende ik denk dat het duidelijk ja. is. Dan zijn we helemaal klaar en dan zit de eerste uitzending er in ieder geval helemaal op. Ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken jullie voor ook. Jullie ja, komst dankjewel. En voor de heldere antwoorden. Ja, ja en de kijker natuurlijk, u bedankt voor het kijken. Volgende week dan zijn we er weer met dezelfde formule, maar dan staat er algemeen belang centraal. Graag tot volgende week. Binnen de tijd. Binnen de rand.